het moment dat ze voorstaan hier, dat het allemaal wel luidruchtig is. Maar. Je hebt goed contact met Bobby. Hebben jullie het ook over penalties gehad, toevallig? Nee. We hebben geen contact over penalties. En ja, het is leuk voor mij dat ik een pak voor hem wat minder, want hij kon een hat-trick scoren. Dus dat is wel fijn. Ik vind dat Bobby echt wel kwaliteit heeft om Nederland zelf te spitsen worden. En volgens mij heb ik ook wel gezegd dat Bobby topscorer van Nederland kan worden. Dan praat ik dus over een soort van de vijand tussen haakjes. Omdat ik vind dat hij ongelooflijk veel kwaliteit heeft om een goede spits te zijn. Dat zie je eigenlijk vanavond ook wel. Natuurlijk de eerste op het presenteerblaadje met Bergwijn. En de tweede draait natuurlijk goed weg, sterk in de duel en goed schot met links. Dus al met al laat hij gewoon zien dat hij vrij compleet is. En dat is goed om te zien, mooi om te zien. Omdat uiteindelijk als hij ervan profiteert, dan zal Ajax het ook goed doen. En die derde, die pakte Etienne nog wel lekker. Ik zei ook tegen hem dat hij die ook moest pakken. Dus, ja. Wat overheerst nou bij jou? De blijdschap van je twee doelpunten of het balen van je gemiste penalty? Balen van mijn gemiste penalty. Hè. Het zal mijn eerste hat-trick zijn. Dus, ja. Dus dat weegt gewoon zwaarder dan twee doelpunten maken en Ajax op weg zetten naar een overwinning tegen RKC. Ja. Ik ben natuurlijk blij met de drie punten en dat we hebben gewonnen. Maar jammer van die penalty, ja. Die penalty, hè? Wat vond je daarvan dat hij die bal kreeg van Bergen? Oh ja. Ja, nou ja, weet je, dat is iets wat zij in het veld beslissen. Alleen het is natuurlijk ook zo dat je bij 3-1, zoals wij zeg maar op dit moment zijn, je moet gewoon afstand nemen. En in dit geval had Steve gunde Brian de hat-trick, maar dan moet hij er wel in. En dat gebeurde niet. En dan is 3-1 best nog wel een linkerstand. Met nog, wat was het? Met nog 20, 25 minuten op de klok. Dan scoor je natuurlijk wel die 1-1. Je zevende goal tegen Ajax. Ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar tegen geen enkele andere club heb je zo vaak gescoord als tegen Ajax. Wat vind je daar zelf van? Ja. Nou ja, ik blijf van Rotterdam, maar toch, dus wat betreft is de statistiek mooi, alleen het levert je natuurlijk niks op. En dat is in die zin vervelend, omdat we natuurlijk de punten hard nodig hebben. En, leuke statistiek voor mij, maar uiteindelijk wil ik wel gewoon zoveel mogelijk punten met RKC halen. En op dit moment hebben we gewoon te weinig punten. En we moeten gewoon zorgen dat we in de komende periode met de tegenstanders die we krijgen, dat we daarin wel de punten gaan pakken, want die hebben we gewoon keihard nodig. Nou, maar die goals hebben natuurlijk ook wel regelmatig wel punten opgeleverd. Ik heb het gevoel dat je toch wel, je moet wel een beetje trots zijn, toch, op die statistiek? Nou ja, wat ik zeg, kijk, misschien leuk voor mij persoonlijk, maar het is niet zozeer dat ik er nou echt mee bezig ben. Weet je, kijk, iedereen weet mijn voorkeur en mijn voorkeur zal altijd zo blijven. Alleen ik ben heus wel realistisch genoeg om te zien dat we gewoon tegen een aardig voorhoede spelen vandaag. En daar ligt natuurlijk de meeste kwaliteit van Ajax. Alleen, statistiek is leuk, maar uiteindelijk levert het er niet zo heel veel op vandaag. Nou werd er afgelopen week in Engeland weer melding gemaakt van interesse van Manchester United in Brian Brobbey. Moeten de fans zich zorgen maken of blijf jij gewoon lekker in Amsterdam? Ik weet helemaal van niks, eerlijk gezegd. Ik zag het ook voorbij komen op het nieuws. Maar ik blijf lekker in Amsterdam. Ja. Dus in de zomer mogen ze terugkomen? Wie weet. Dankjewel. Alsjeblieft. In Engeland wordt melding gemaakt van de belangstelling van Manchester United voor Brobbey. Heb jij het bordje niet te koop al om zijn nek gehangen? Wat mij betreft is hij niet te koop, maar ja. Dus ik heb niet te koop om zijn nek hangen, ja. Ja, want die gaat gewoon niet weg. Nou, ik denk dat het nu niet handig is. Maar goed, wie ben ik om dat te zeggen? Ik zeg het wel, maar ik denk dat we juist proberen nu om dit groep zo sterk mogelijk te houden en te maken. En dan is Brobbey daar een heel belangrijke speler voor. Ja, dus dan krijg je weer het verhaal, alleen als er krankzinnige bedragen geboden worden, dan misschien. Of gewoon helemaal niet. Nee, dat beslis ik niet, Mike. Dus, maar in ieder geval krankzinnige bedragen, dat wel, ja. Dankjewel. En bij je wissel dan ook nog een flink fluitconcert. Doet dat dan nog iets met je? Of? Nee, helemaal niet. Want uiteindelijk merk ik ook wel dat op het moment dat ze voorstaan hier, dat het allemaal wel luidruchtig is. Maar volgens mij heb ik een half uur lang heb ik niemand gehoord naar de 1-1. Dus wat dat betreft, iedere club is anders, zou je maar zeggen dan. Hè?